Hulpverleners zien geweld onder jongeren toenemen. Kun je in Nijmegen straks zomaar gefouilleerd worden? En miljoenen subsidie voor woningen in Wijchen. Hulpverleners in Nijmegen zien agressie en geweld onder jongeren toenemen. Met als dieptepunt het steekincident op plein 44. Daarbij werd een 21-jarige Nijmegenaar doodgestoken. De hulpverleners maken zich zorgen en zoeken daarom de verdere samenwerking. Wat de exacte aanleiding voor de steekpartij in september was, is nog altijd onbekend. Maar alles wijst erop dat een conflict tussen jongeren uit de hand is gelopen. Het is voor jeugdorganisaties in Nijmegen de spreekwoordelijke druppel die de emmer deed overlopen. Ik zie wel zeg maar een verslechtering in die zin dat de problematiek wel wat pittiger wordt. Veel jongeren hebben wapens en messen op zak, daar waar dat een aantal jaar geleden gewoon niet het geval was. Ja, hoe komt dat? Sociale media, drillraps, van alles. Ook bij deze jongen ging het van kwaad tot erger. Het begon eigenlijk allemaal bij stelen uit de winkel snoepjes op een gegeven moment. Weet het, fietsen, scooters, auto's. Toen ging ik over naar drugshandel, wapenhandel, overvallen, inbraken. En op een gegeven moment was het ook schietpartijen. Hij kwam weer op het rechte pad, onder meer door hulp van zorgorganisaties die speciale sport aanbieden. Waarbij wij sport en beweging inzetten als middel om zowel kinderen, jongeren als volwassenen te helpen met hun hulpvraag en doelen. Maar ook werken we voornamelijk aan agressie-emotieregulatie. Dus het bespreekbaar kunnen maken van de dingen die je voelt. En daar horen we hele goede geluiden over, ja. Jeugdorganisaties in Nijmegen willen graag voorkomen dat jongeren de criminaliteit ingaan en zoeken elkaar vandaag dus op. Want, zeggen zij, samen sta je sterker. Daarin hebben we de samenwerking met de mensen, met een jongerenwerker, met buurteams, met ouders, met wijkagenten heel hard nodig om de complete informatie over een jongere te kunnen binnenhalen. Ja, dat er een toename is in agressie onder jongeren is ook een aanleiding geweest voor het volgende onderwerp. Want als het aan het Nijmeegse stadsbestuur ligt, wordt het voor de politie binnenkort mogelijk om burgers preventief te fouilleren. Het is een omstreden maatregel en ook een meerderheid van de raad is tegen. Zo zou het onder meer leiden tot etnisch profileren. Hoe denken mensen op straat daar zelf over? Geeft het een veilig gevoel of is het niet nodig? En wat nou als je zelf ineens gefouilleerd zou worden? Ja, ik vind het wel goed dat ze dat doen sowieso voor de veiligheid. En ook met de rellen die de afgelopen tijd ook zijn geweest. Het is misschien wel goed dat dat preventief gedaan wordt. Ja. Ja. Dat is een beetje overdreven. Ja. Dus... ja? Nou, ik vind ook wel, je moet reden hebben om te fouilleren. Ja. Ja. Een stukje veiligheid is natuurlijk altijd goed, hè? Dat ze daar wat meer aandacht aan besteden. En dat ze daar, je hoort ook allemaal wel verhalen dat dat steeds erger wordt. Maar nog zomaar iedereen in één keer te mogen fouilleren, dat ik weet niet. Ik zou dat ook niet echt fijn vinden, toch? Nee. Als je zomaar, Je vindt het een beetje privacy schending, bedoel je dat? Ja, daar zit het denk ik wel tegenaan, hè? Ja. Dat is natuurlijk wel, als je zonder aanleiding krijgt natuurlijk ook vaak discrimineren. Wie pak je er wel uit, wie pak je er niet uit en zo. Ja, dat is denk ik wel lastig. Ja, mij zou het persoonlijk niet heel veel uitmaken. Als zij denken dat er iets aan de hand is, ja prima, fouilleer me maar. Ja. Mij maakt het niet uit. Maar ik kan me best voorstellen dat sommige mensen het minder chill vinden als iemand zomaar gaat fouilleren. Nou, dan gaan ze je al fouilleren zonder dat er eigenlijk iets aan de hand is of zo. Dus dan hebben ze het recht om jou gewoon zomaar te fouilleren. En wat recht hebben ze dan ook? Ja, als de burgemeester zegt in dit gebied mag jij fouilleren, dan mag de politie fouilleren zonder een sterke verdenking van je te hebben. Intens. Ja, of vertel. Ja, misschien gewoon, ik weet niet, sommige mensen, ik weet niet of aanraking, of ze dat willen of niet. Dus, ja. Wat vindt u daarvan? Ja, dat mag voor mij. Ja, vertel. Waarom dat de veiligheid ten goede komt, mag altijd. Ja? Ja. En denkt u dat de veiligheid stimuleert? Ik denk het wel, ja. Want diegenen die verkeerd in gedachten hebben, die gaan dan wel naar een andere stad. Ja. Als hier veel criminaliteit is, ja, dan begrijp ik het wel. Mag ik jou fouilleren nu? Natuurlijk, ja. Ga ik niet? Nee, laat ik. Nou, kijk, nou, het bewijst wel het punt dat je er voor open staat. Maar ik weet niet hoe dat moet. Ik ben daar niet echt in geschoold. Maar het laat wel zien dat je helemaal geen problemen. Ja, helemaal niet uit. Nee, oké, kijk. Nou, hartstikke bedankt, meneer. Ja, geen probleem. Doeg, fijne dag. Zometeen in het RN7 Regio Nieuws. Over iets meer dan 2 weken wordt de nieuwe Nijmegenaar van het jaar bekendgemaakt. Tijd om eens nader kennis te maken met de genomineerden.
Gisteren berichten we over een lichaam dat zou zijn gevonden in Deest. Het lichaam lag in de berm langs de Van Heemstraweg in de buurt van het Uivermeertje. Inmiddels heeft de politie laten weten dat het niet om een misdrijf gaat en dat daarmee ook de berichtgeving stopt rondom deze vinding. Ook de doodsoorzaak en identiteit van de overledene zijn niet bekendgemaakt. De Rijksoverheid trekt 4,4 miljoen euro uit voor de bouw van 1300 woningen in Wiegewest. Dit is subsidie uit de woningbouwimpulsregeling. De provincie draagt 1,5 miljoen euro bij aan de bouw van de huizen. Wiegewest wordt volgens de provincie een veelzijdige wijk met water en groen, nieuwe woonvormen en een snelfietsverbinding. Meer dan de helft van de woningen zijn sociale huur, middenhuur en betaalbare koopwoningen. De bouw van de woningen gaat binnen 3 jaar van start. Op 9 januari wordt tijdens de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Nijmegen weer iemand benoemd tot Nijmegenaar van het jaar. Het is de 15e keer dat deze titel wordt uitgedeeld aan een inwoner die een bijzondere prestatie heeft geleverd voor de hele stad. De 3 genomineerden voor deze editie zijn al even bekend en wij zochten ze op om ze aan je voor te stellen. Op willekeurige volgorde gaan we eerst langs op basisschool De Boomgaard in Nijmegen-Noord, waar we Harry Clemens ontmoeten. Wij zijn hier op de school voor Oekraïne in Nijmegen-Noord. En daar zitten hier 4 groepen met kinderen. Zo rond de 50 kinderen in totaal. En het grootste doel wat wij met deze kinderen hebben is dat ze een veilige, prettige plek hebben waar ze een groepsgevoel hebben kunnen creëren en waar ze kunnen luisteren naar de leerkracht die ze vooral Nederlandse les geeft. Harry staat met zijn nominatiesymbool voor alle mensen in het onderwijs die zich inzetten voor de belangen van leerlingen. Wat je hier als leerkracht vooral moet hebben, anders moet je er ook niet aan beginnen, is een enorme pioniersdrang en proberen en fouten maken en het weer opnieuw proberen. En een enorm doorzettingsvermogen om echt van belang te zijn voor deze kinderen. En dan merk je ook in de klas, er wordt gewoon heel veel geleerd. Mijn naam is Emiel van der Staak. Ik ben chef-kok-eigenaar van restaurant De Nieuwe Winkel. En daar zijn we nu ook. Ook Emiel van der Staak is genomineerd. Hij kookt botanisch en zijn producten haalt hij onder andere uit het voedselbos in Groesbeek, waar hij het liefste op een houtblok zit en nadenkt over nieuwe gerechten. Emiel gelooft dat de keuzes van vandaag bepalen hoe de wereld van morgen eruit ziet. Het is ontzettend belangrijk dat we nadenken over wat we eten, omdat er zoveel mee samenhangt. En dat besef kwam bij mij al meer dan 10, 11 jaar geleden. En de belangrijkste conclusie is dat we de wereld enorm een plezier doen als we wat minder beesten eten en wat meer planten. En precies die doelstelling maakt dit restaurant zo bijzonder. We werken samen met 3 verschillende tuinen die een goed deel van de producten aanleveren. Omdat we volledig plantaardig koken. Dus er is geen enkel dierlijk eiwit meer in onze keuken. En dat zie je eigenlijk heel weinig in de wereld. Hoe vinden de kandidaten het zelf eigenlijk om genomineerd te zijn? Nou, in ieder geval een verrassing. Ik had het niet verwacht dat zou gaan gebeuren. En voor mij persoonlijk, nou goed, het is natuurlijk wel eervol en ja, prima. Maar ik vind het vooral, dat is ook in die beschrijving, vooral heel belangrijk voor de kinderen waarvoor het onderwijs niet vanzelfsprekend is. Een nominatie voor Nijmegenaar van het jaar is natuurlijk gewoon een compliment. En een compliment niet alleen voor mij, maar ook voor de mensen die zich hier elke dag inzetten om een goed resultaat te halen. Het is vooral een compliment. De 3e genomineerde voor Nijmegenaar van het jaar is Margriet Bosma. Zij kon door omstandigheden helaas niet voor onze camera verschijnen. Margriet is vrijwilliger bij de voedselbank Nijmegen Overbetuwe, waar zij naast haar betaalde baan nog heel veel vrije tijd in steekt. Ja, wie van deze 3 er uiteindelijk met de titel van doorgaat, wordt dus op 9 januari bekendgemaakt. Ja, het was heel even een wit wereldje vanochtend nadat er vannacht een dun laagje sneeuw in de regio was gevallen. Levert mooie plaatjes op, zoals hier achter mij langs de Lingen in de Betuwe. En verder was het vandaag afwisselend bewolkt met wat zonnige perioden.
Ook de zaterdag zal zo verlopen. De dag zal wat grijs van start gaan, maar in de loop van de dag is er ook weer ruimte voor de zon. Het wordt wel een koude dag met temperaturen die niet of nauwelijks boven het vriespunt uit zullen komen. Daarmee is het wel meteen de laatste koude dag, want zondag zet de dooi flink in. Na een laatste koude nacht wordt het zondag nog zo'n 2 graden. Een vergelijkbare dag met zaterdag, maar dan net iets minder koud. De dagen daarna stijgt het kwik flink naar waarde rond de 10 graden. Ook met de nachtvorst is het voorlopig afgelopen. Overdag betekent dit dat het weer flink omslaat en we de nodige regen te verwerken krijgen. En tot zover het RN7 Regio Nieuws van vandaag. Voor het terugkijken van onze uitzendingen kun je terecht op ons YouTube-kanaal en volg ons ook op Instagram, Twitter en Facebook. Nu op RN7 kun je kijken naar een nieuwe NEC-update vanuit Spanje. En morgenavond zijn we weer bij je terug met het RN7 Regio Nieuws weekoverzicht. Alvast een fijn weekend en tot morgen.